Ik denk dat het heel divers gaat zijn, omdat het ook documentaire en fictie en animatie is tegelijk. Dus ik denk dat dat wel spannend wordt om te zien hoe de welke verschillende films er dan hebben gewonnen, want dat is toch heel verschillend. Dat ze goed zijn, veronderstel ik, want ze zijn geselecteerd. En ook wel benieuwd eigenlijk naar wat het gaat zijn, want ze zijn studenten uiteindelijk. Dus wat benieuwd naar wat de kwaliteit gaat zijn. Oh, ik verwacht alleen maar kwaliteit hier. Ik ben gewoon aan het filmfestival. Dit voor de eerste keer kom ik naar shortfilms. Het is de jeugd. En ik weet dat het hier allemaal goed verloopt. En er zal zeker goede kwaliteit aanwezig zijn. Het zijn 10 verschillende kortfilms die ze hebben afgeleverd. Heel divers. Er zit fictie tussen, er zit documentaire tussen. Opnieuw animatie. Franstalig, Nederlandstalig. Heel wat filmscholen zijn vertegenwoordigd. Ik ga even het lijstje overlopen. Beginnen doen we vanmiddag met Agis van Thiago Carvalhaes. Ada Toulisandi, de Camille Vigny, de Lijn 6. Croisé van Elke van Oost. Connais la petite. En dan de vierde film is Girlhood van Helene de Klerk van het Wits. Film nummer 5 is Kutdag. We kunnen dat misschien best niet zeggen tegen Emma. Poor Kids van Michiel Dont. Het zit vooraan, blijkbaar. Mixed Materials van Anna van Riel van het Kask. Jane Dark van Koen Blauwblommen. Serenitas van Jeff de Hoes van het Wits. En de laatste film is Sons of No One van Hans van Netelenbos. Girlhood van de Helene Klerk. Ja. Los van het feit dat het eigenlijk over vrouwen gaat of meisjes gaat, waren er dingen waar ik mijzelf in kon herkennen en dat heeft mij heel diep geraakt. Sons of No One, dat vond ik echt, dat het gevoel echt in een film zat. Opeens was het, oh, het is al gedaan. Terwijl ervoor duurde het allemaal wel wat lang, maar er waren echt wel nog andere dingen heel knap hoor. Poor Kids. Ik vond die visueel heel sterk en ik vond die ook inhoudelijk goed. Ik vond het tof thema ook gewoon en goede acteurs. Ja. Ik denk de laatste. Dat vond ik wel heel... ja, ik weet niet, ik voelde het emotioneel wel heel diep, zeg maar. Ik had wel het gevoel dat ik wel langer de film zou kunnen zien alsof hij gewoon echt op tv was en dat ik helemaal in mee werd gezogen. Ja. Girlhood van Helene de Klerk. Mooie eigen vertoning van haarzelf. Ja. Heel eerlijk, dus het proces waar ze zelf ook doorgegaan is, een heel eerlijke verfilming. Mooi, zeer technisch ook mooi in beeld gebracht, vond ik. Ook heel variërend qua beeldaanbod. Dus ja, vandaar wel een mooie vertoning, mooi samengebouwd. Ja.